Een hoop verwarring deze week in de Merenwijk. Op de kruising van de IJsselmeerlaan en de Zwarte Meerlaan was opeens een hele vreemde situatie ontstaan. Als je keek naar de beleiding op het kruispunt, dan mocht je alleen nog maar rechtsaf de rondweg op. En dan moest je een heel rondje Merenwijk maken om bij de Kopermolen te komen. Bewoners en bezoekers van de Merenwijk die snapten er helemaal niks van. En ook de VVD Leiden niet. Die partij die stelde direct vragen aan het college over deze onduidelijke situatie. Nou, vandaag heeft de gemeente een bericht uit doen gaan. Er is gewerkt aan die kruising vandaag. Ja, dat klopt. De beleiding die is voor een deel verwijderd. De pijl naar rechts is weg. Het grote witte vlak waar je niet overheen mag, zo'n verdrijvingsvlak, is zwart gemaakt. En nu rijden de auto's weer braaf naar links en naar rechts. En dat leek altijd al de bedoeling. Ze waren gewoon nog niet klaar. En zo te zien is dat nog steeds het geval, maar iets minder onduidelijk is het nu wel geworden.